Frisk bloed zoog op, onnodig broes en zede, en boze droog uw spieren om. Vleeën op pensioen, het beste loon van ieder, het frisse loon vol eer en roem. Kleed dan en daver je. 26 januari en al stedendag februari en al stedendag te houden. Het keert om. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e al stedendag verreden. Er is, wie weet u? Sint-Kleine Valkruk. Een van de honderden die op dit moment aan het stemmen is. Hoe gaat het? Maar het gaat wel zwaar tegenwind in vanaf Stavoren, maar voor de rest goed ijs. Hoeveelste tocht is het? Hoeveelste tocht is het? De tweede keer. En als je vergelijking neemt aan met 86? Is die zwaarder nu. Ga je het volhouden? Jawel, natuurlijk. Ja. En is het gezellig onderweg? Maak je wat mee? Oh, in het dorpje. Het is allemaal wel gezellig, de mensen klappen allemaal. En ze willen je wel een hand geven, dat weet je wel. Het is wel leuk. Ik wens je een hele goede reis. Ik denk daar 3 jaren van tevoren, op een vrijdag, toen hadden we op donderdag, toen hoorden we dat we dus de LSC doorging op 4 januari. Dus wij maken even met contact met elkaar en zo naar, met Gauw Bakker en nog een paar jongens, zo naar Leeuwarden toe. Naar de Frieslandhallen. Daar hebben we onze startkaart op gehaald. En kregen we het adres mee van onze, waar we konden slapen. Waar we daar naartoe gegaan en toen werden we daar rustig en goed ontvangen. En alles was daar gewoon perfect geregeld. Onze slaapplaats werd daar werd aangewezen. En we hadden gegeten daar. En toen zijn we in de loop van de middag even gaan kijken hoe het op de Bonkenvaart was. Daar finisten we dus. Dus je waren smiddags was je er al? We waren de smiddags al, ja. Daagse voor. Ja, wij bij de s'avonds werden we op tijd naar bed gegaan, want we moeten dus om een uur of 5 sta je toch op, 4:30. Om dus ook de start te zien daar van de aanrijden. Dus we waren daar om 4:30 waren wij daar al in. Dat was eerder op 3 opstaan, denk ik. Maar om 4:30 waren we daar al in Leeuwarden. Bij de start. En als je nou te werk waren? Nee, ik had vrij. Maar jij had toevallig vrij? Ja, nou toevallig vrij. Daar neem je gewoon vrij voor natuurlijk. Ja. En die jaar ervoor, of Die keer ervoor, die 86? Ja. Ja, dat is weer zo lang terug. Dat was eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Toen ging je op dezelfde manier gegaan? Nou ja, op dezelfde manier, maar toen ging ik met Piet Schoneman. De bekende schaatser boven Kaspel. Daar ging ik toen mee naar Leeuwarden. Met de auto? Met de auto, ja. Dus je wist al van tevoren wie er mee ging? Ja, nou, ja, dat hoor ik dus. Je bellen elkaar op en zeggen van, hey, moet jij ook mee? Je weet wel wie er rijdt natuurlijk. Dus daar probeer je samen mee te rijden naar Leeuwarden toe natuurlijk. En spullen lag helemaal klaar? Daar zo in Leeuwarden? Nee, hier. Hier zo, ja, want je rekende ervoor, dus je denkt, je bent je goede kleren aan en alles, dat je bij elkaar en nog even dagens voor even lekker schaatsen of alles goed gaat, alles goed zit. Klaar, ja. Dus ja, dan ga je er dus... Iets hoort, kon je zeggen, ja, het kit on. Ja. Ja. En dan ga je knieballen. Ja, dan denk je van, nou, dat moet het toch gebeuren zelf. Dus ja, en dan heb je toch heel wat jaren voor getraind. Oh, en ja. Ja, want het is niet zomaar, want je gaat niet zomaar even 200 kilometer schaatsen natuurlijk. Maar je ziet het wel allemaal op televisie. Ja, dat lijkt allemaal wel zo simpel, maar dat valt je toch nog wel een beetje tegen. Nee. Vooral in 97, toen was je dus eigenlijk wel 120 kilometer terug in de wind in. Dus het was best wel een zware rit, dat wel.
Ik wil wat leuk meemaken. Ja, ik werd in de... Waarom die televisie, hè? Ja, nou ja, wat maak je veel mee? Je maakt niet veel mee. Jij ziet van de volk allemaal natuurlijk. Ja. En je rijdt een beetje dus gewoon eigenlijk op je eigen. Je rijdt gewoon met groepen rijden mee en dan rijden ze door een beetje weer naar de volgende. En zo probeer je een beetje zo eigenlijk zo uitgerust mogelijk dus aan de tocht om de Noord te beginnen, zo vanaf Franeker richting, of vanaf Harlingen, Franeker naar Dokkum toe. Wat kreeg je allemaal mee om die tocht te maken? Wat kreeg je allemaal mee? Wat ik er mee kreeg? Wat aan eten? De weg! Nee, hoe je schaatsen moest. Nee, ja, dat in donker. Ja. Zie je dat niet, maar ik had het geluk. Ik moest beginnen om 7:45. Ja. Dus om 8:30 stond ik op het ijs, het was licht. Ja. Dus ik heb daar niet zoveel last van de donker dan bij de start. Oh, ja. En dat ging eigenlijk wel goed. Ik had op een gegeven moment, ja, op het eind van de dag wordt het wel wat donkerder. En dan is het echt wel lastig. Ja. Als je dus die tractoren en die motoren op het ijs en op het land, op de weilanden staan. Hè, met die lichten, dan dat ziet slecht. Het was goed dat het een beetje redelijk ijs was, dat je dus niet over de schors heen... Maar hoe heet ik dan de weg? Heb je een kaart mee? Nee. Alle banen zijn geveegd en het is, ja... Het is gewoon... Alles is geveegd, dus je weet precies waar je rijden moet. Zoals wij, als wij dus weggaan... De vroege rijders die om 5:00 weggaan... Dat is pikdonker. Ja, die moeten het maar zoeken in het donker natuurlijk. Ja. Daar is het wel eens een probleem voor. Ja. Maar zoals je hebt wel gezien op de beelden van de Elfstedentocht, dat daar ook wel problemen waren dat mensen dus eigenlijk gewoon verdwaalden in het donker. Ja. Op de Slotermeer en zo. Ja. En jullie hebben gelukkig dat jullie op de goede kant gingen? Ja, wij gingen de goede kant op. Want ja, want dan is het licht en dan ga je zo met de meute mee. Dan schaat je zo dus de goede kant op, ja. Heb je narigheden meegemaakt, bakkie? Ik heb geen narigheden meegemaakt in 97. Geen bak? Nee, dat viel nog wel mee. In 86 was dat anders hoor. Toen heb ik wel stukken moeten lopen omdat het ijs te slecht was. Omdat je mee van de laatste bent toen die er langskomen. Dus dan moet je wel een paar honderd meter over het land lopen. Ah, ja. Ja, dat wel. Dat was Cluny. Dat was Cluny, ja. Dus dat moesten we ook nog regelmatig doen. Maar ja, dat zijn de vaste plekken waar je dus moet Cluny. Dus dat op zichzelf was dat niet zo erg. Dat is in de buurt van Bolsward. We begonnen aan het tweede gedeelte van de tocht. Dat waren we verzorgingspost van district Hoogkaspel. Daar waren we. Ben je even voorbereid? Nee. Ik sta niet meer ingeschreven. Ik vind het mooi als je zou komen, maar... Nee, ik doe er niet meer aan mee. Laat de jeugd op maar doen. Maar je rijdt er nog maar even 75 jaar. Ja, die ben er wel meer bij. Ja, die dat al leuk vinden. Nou, ik niet. Jij niet? Nee. Het mooi geweest. Ik ken het ook niet meer. Oh ja. Want ik heb last van de klapvoet en ik heb geen coördinatie met mijn linkervoet, dus ik ken eigenlijk niet meer schaatsen. Ja, je hebt het. Nee.